Sowieso de klimaatproblematiek, het is 5 voor 12. Allee, het is zelfs niet 5 voor 12, het is 5 na 12. We weten allemaal dat, dat om de opwarming binnen de 2 graden Celsius te houden, wat een absolute noodzaak is, hè. Als er een opwarming is die hoger is, dan komen we tot catastrofen die onvoorzienbaar zijn en die, die ontzettend veel groter zijn dan wat we nu al meemaken. We weten ook dat, dat de voorstellen die de lidstaten of de negocierende partijen, de partijen die aan het onderhandelen zijn, land per land hebben ingediend, dat die niet gaan voldoen. Die gaan ervoor zorgen dat we tot 3 graden opwarming van de aarde komen. En dan wat de transportsector zelf betreft, denk ik dat we globaal gezien moeten tot inspanningen komen waarbij we zowel de sector van de personenwagens, dus het personenverkeer, als het vrachtverkeer via vrachtwagens toch zullen ertoe moeten dwingen om, om belangrijke inspanningen te doen en dus tot minder uitstoot te komen. Dat staat buiten kijf. Zegt van kijk, een sector moet echt milieuvriendelijk worden en dat zal belangrijke investeringen vragen. Dat zal misschien wagens een beetje duurder maken. En dat je tegelijkertijd zegt, ja maar de competitiviteit gaat boven alles. Dat zijn heel vaak conflicterende belangen. Terwijl als je op langere termijn gaat denken, dat niet noodzakelijk zo is. Want op langere termijn denken over het milieuvriendelijker maken van wagens, van vrachtwagens, van personenvervoer, van vrachtvervoer, zal ook zorgen voor innovatie, voor vernieuwing, voor nieuwe jobs. Bijvoorbeeld het hele concept van een elektrische wagen wordt gepromoot, wordt aanbevolen. Dan zie je dat daar toch wel denkpistes zijn die het conflicterende tussen competitiviteit enerzijds en milieuvriendelijkheid anderzijds, dat toch wel overstijgen. Ook heel veel wetenschappelijke studies ons zeggen, de maatregelen die je nu kan nemen en die geld zullen kosten, het zal inspanning kosten om ons beleid in fase te brengen met wat we moeten doen om de klimaatverandering tegen te gaan. Maar hoe langer je wacht, hoe langer je uitstelt, hoe duurder het zal worden. Dus de kost die je sowieso moet betalen, betaal je beter nu. En dan investeer je beter nu, want hoe langer je wacht, hoe duurder het zal worden. Mm-hmm. En dat is denk ik het paradigma, dat is de twist die moet gebeuren in de hersenen van beleidsmakers, om te zeggen van, we nemen onze verantwoordelijkheid, we ageren nu, we stellen niet uit.